In deze aflevering. Ik bak er helemaal niks van. Bak fijn. Hey. Ach. Zo, we zijn hier op dit moment in het ADO Den Haag stadion aan het wachten op verdere instructies. 2, 3, 2. We gaan nu beginnen met volharding. Tot en met woensdag. De leerlingen komen aan bij de schietbaan. Er heerst een lichte spanning in de groep, omdat ze voor de eerste keer met scherp gaan schieten. Met echte munitie dus. Alles wat ze hebben geleerd in het leslokaal mogen ze nu in de praktijk brengen. Eén ding geldt altijd. Veiligheid gaat voorop. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, nou, vorige week in de sim heb ik jullie natuurlijk het een en ander bijgebracht. We gaan het nu even controleren hoe dat gegaan is. Voordat we gaan beginnen vandaag, er zijn een aantal veiligheidsregeltjes. De eerste, dat is de veilige richting. Dat is ten alle tijde richting de kogelvanger. Ja, het is een buitenbaan. Er kunnen beesten over die baan heen lopen. Vosjes, konijntjes. Wat gaan we doen als we dat zien? Melden, sergeant. Hoe melden we dat? Stop, stop, stop afgeven. Correct. Handel veilig. En handel naar wat je kunt. Ja? Goed, we gaan beginnen met de wapeninspectie. Dus ik wil dat deze wapens worden gepakt met de loop omhoog. Ja, ik heb 8 wapens. 8 man pakken een wapen, stellen zich op bij die deur. Kom maar gewoon mensen. Dan is het gereed maken voor wapeninspectie. Veilig. Wapeninspectie. Onder in de achterstand. Handeling afmaken. Handeling afmaken. Ik ben niet in de zit van minuutje of delen van minuutje sergeant. Let erop. Je gaat 5 schoten doen. Zorg ervoor dat je zo ontspannen mogelijk ligt. Hou er rekening mee dat als je 1 keer je been beweegt, dat het al invloed heeft op het groepje. Dus ga zo liggen dat je dat 5 schoten vol kunt houden. Beweeg niks meer. Ja, ligt niet alleen aan je been, al verplaats je je elleboog, dan is dat natuurlijk, heeft dat hetzelfde effect. Het is bril- en gehoorbescherming plaatsen. Ja, pak je ouders, kijk in je ouders, kijk hoe munitie geplaatst is en wat voor munitie er geplaatst is. Dat strap je erin. Goed, neem je tijd. Het is vuren indien gereed. Pak je voor, dit moet even heel goed vallen. Waarom staat je wapen niet op steek? Vuurstuk! Hoofdbescherming kan af! Ja, leuk, indrukwekkend. Het is toch een bijzondere ervaring. En vooral voor de eerste keer met scherp. Dus het was wel leuk. Ook interessant, want je moet goed op de techniek letten. Die we hebben aangeleerd. Dus heel leuk. Toch wel een beetje spannend, omdat dat nu wel voor het echt is. Dus je moet wel rekening houden dat het echt munitie is. Nou, ik bak er helemaal niks van. Ik kan echt gewoon niks zien. Ik zie die hele scrim niet. Dus dat is echt één probleem. Ja, dat geluid en alles eromheen, dan weet je wel echt, ik ben er echt aan het schieten, zeg maar. Ja, dat is wel leuk. Ja, nou. Ja. Ieder jaar lopen er tijdens Prinsjesdag matrozen uit de opleiding mee tijdens de militaire parade in Den Haag. Dat moet er strak uitzien, dus wordt er veel geoefend. Lui, we staan nu. Druk in de. Welke rust? Tweede rust. Nu sta ik in de. Eerste rust en nu? Houding. In de houding, hè? Oké, heel goed. Luister. Ja. Hey. Acht.
op de plaats. Rust. Bak 5. Ga even. 8. Indraaghouding. Ga weer. Heel goed. Ja, dan ga je dus zo. 21. 22, heel goed. Ja, en waar je om moet denken, is dat je echt het wapen helemaal voor je langs had, hè? Op deze manier. En dus één beweging tillen. Dus dit. 21, 22. Yes. Oké, dan gaan we zo naar overgeweer. Nou, dit is precies de helft, hè, van overgeweer. Dan krijg je het commando overgeweer. Dan leg je het wapen met je linkerhand, of met je rechterhand leg je hem op je schouder. Je, met je linkerhand omvat je de kolf. Ja, en dan raak je daar, die raakt de wijsvinger aan. En je staat dan een soort van in de houding. Hij staat over. Geweer. Gaan we opnieuw doen, Walen. Rechts. Op. Naar voorwaarts. Maars. Links. Twee. Twee. Dit wordt de eerste keer dat de groep deelneemt aan militair ceremonieel. En daarbij horen nette tenues en traditie, wapenhandelingen en exercitie. In en arm. Geweer. 21, 22. Zet af. Geweer. 21, 22, 23. Juist, vergeet het wapen niet model naar de grond te begeleiden. Ja, met je linkerhand, eigenlijk je zo voor dat je hem echt naar de grond begeleidt. Ja, en je gaat dan vast in de houding staan en dan zet je pas rustig je wapen. Wat je ook niet moet doen, is dat je dus maximaal in je wapen aan kijken bent. Dat je alleen maar zo naar kijkt hoe staat je wapen. Want nu sta je dan met dat mooie petje op je hoofd waar je naam op staat. Maar straks heb je dus het grote witte bioscoopscherm op je hoofd, hè? Die witte pet. Ja, en daar ga je het heel duidelijk zien dat je dus je hoofdbewegingen maken. Vlak voordat die derde dinsdag in september aanbreekt, oefent bak 5 er nog uitgebreid op los. We zijn vandaag op Prinsjesdag. Gaan we met z'n allen staan. Net bijna de vijfde week dat we hier in dienst zijn. Erg bijzonder om een keer mee te maken. Alleen vele mensen zullen ons ook zien vandaag. En op tv, dus dat neemt ook alweer een zekere druk met zich mee. We gaan er in ieder geval een mooie dag van maken en we gaan er gewoon helemaal voor vandaag. Het geel. Hij. Acht. Rechts. Op. En voorwaarts. Maar. Links. Twee. Drie. Vier. Zo, we zijn hier op dit moment in het ADO Den Haag stadion aan het wachten op verdere instructies met de andere delen van de Nederlandse krijgsmacht. Onder het genot van een kopje koffie en wachten op verdere instructies. Ja, heerlijk. Dat gaan we zeker doen. Het is nou de bedoeling om straks sowieso wapens te gaan halen. Dan gaan we volgens mij op het veld nog even oefenen. En dan moeten we zeker er strak bij staan. En dat gaan we ook zeker doen. Absoluut. Oké, ga gewoon staan. Stop me daar hoeren. Het geel. Hey. Acht. Rechts. Op. En voorwaarts. Maas. Links. Twee. Drie. Vier. En links. Twee. Drie. Vier. Nu pak wapen en houden. Dit is absoluut. Dat ben je eigenlijk. Dat ben je eigenlijk. Onderdussen links. Ja, volgende vier. Mag zijn pakken en een wapen. De bus in, waar je in zat.
We komen hier nu aan met ons wapen in Prinsjesdag. Dan gaan we zo meteen staan en ons erebewijs geven. En het gaat helemaal goed komen. Samen met hun kader maken de leerlingen een erehaag voor de koning. Na een geslaagde maar vermoeiende dag kan de groep nog even rust pakken. Nog even, want hun grootste uitdaging staat voor de deur. De eindoefening. De volharding. De eerste dag is aangebroken. Nu moeten de aspirant-matrozen aan het kader laten zien of zij hun baret echt verdienen. We gaan nu beginnen met de volharding. Tot en met woensdag gaan we onze baret halen. Dus ja, dat gaan we doen. Ik denk veel marcheren en roeien. Sloeproeien. Nu al? Nou, ik heb altijd wat dat ik de nachten met bivak en zo het meest vervelende vind. En verder, verder maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat mij er vooral om dat ik elke dag gewoon goed doorkom. En bij ons is nog niemand afgevallen. En dat is het mooiste. Dat we gewoon met z'n allen straks over de streep gaan. Oké, dames en heren. We gaan nu beginnen met de volharding. Ja, dit is het laatste wat jullie eigenlijk moeten gaan doen. Jullie zijn een heel eind gekomen. Ja, dit is dan echt het laatste. Voordat je je beretje in op vast kan nemen straks. Straks. Over 2 hele lange dagen natuurlijk.
Denk nog even goed na over hoe je hier 8 weken geleden binnenkwam. Ja, als Zielepiet. En nu ben je een Zielepietje plus natuurlijk. En dan hebben jullie straks echt daadwerkelijk verdiend. De leerlingen vertrekken naar hun eerste bivaklocatie. Maar dat gaat met een grote omweg vol hindernissen en obstakels. In de komende dagen verleggen de aspirant-matrozen nog 1 keer, maar wel maximaal, hun fysieke en mentale grenzen. Volgende keer in Klaar voor de Vlucht. 30, 35. Even dubbel aanstaan. Ik heb een grote boot in. Volgaan met volk. Wat gaan we doen? Wat gaan we hier doen, Nicky? Eten. Overnachten. Overnachten, hè? Denk ik wel. Maar ruim hier nog niet. Ja, volg steun. Kastje nog!